Ajax kan aankomend seizoen geschiedenis schrijven door als eerste eredivisieclub ooit voor de vijfde op één volgende keer kampioen van Nederland te worden. Het seizoen wordt thuis afgetrapt tegen Vitesse en dat betekent dat het revanche kan nemen voor de nederlaag van vorig jaar. Kajsashvili en Silasen en al zit hij er wel in en Vitesse gaat weg uit Amsterdam met 3 punten. En dat kun je niet eens onverdiend noemen. Uitgerekend nog geen minuut nadat Ajax de enige echt uitgespeelde kans krijgt op 1-0, maakt Vitesse 0-1. Vitesse stond in de winterstop nog op een gedeelde eerste plaats met Ajax, maar haakte af in de tweede seizoenshelft. En de tweede wedstrijd tussen Ajax en Vitesse van het seizoen eindigde gelijk in 1-1. Ja, totaal onverwacht. Ik zei het al, Ajax heeft de spelers ervoor om uit het niets toch weer terug te komen. Helemaal tegen de verhouding in. Maar dat telt niet. Slecht gedekt bij Vitesse. Maar ten opzichte van vorig jaar zijn er een aantal dingen veranderd bij beide clubs. Siem de Jong vertrok bij Ajax. Christian Paulsen is weg, net als Bojan Kierkic en Danny Hoessen. Viergever Milik Zivkovic en Muric zijn hun vervangers. Bij Vitesse vertrokken 5 spelers. Havenaar, Van der Struik, Van Aanholt, Piazon en Atsu. En nieuw zijn Dauda, Olinik, Kruiswijk en Wallace. Ajax heeft eenmaal eerder een openingswedstrijd thuis tegen Vitesse gespeeld. En dat leverde destijds een spetterende 5-0 overwinning op dankzij dit prachtige doelpunt van Sunday Olise. Daar Olise, zijn specialiteit, schieten van afstand. Sander Westerveld weet er inmiddels alles van. De wedstrijd Ajax-Vitesse heeft 29 maal eerder plaatsgevonden. Daarvan won Ajax er 24 en verloor het slechts 5 maal. Nog nooit werd er gelijk gespeeld. De recente historie laat echter zien dat het de laatste jaren niet gemakkelijk ging. De laatste 2 jaar werd er verloren. De laatste overwinning van Ajax is van 26 augustus 2011. Het werd 4-1 en er waren enkele prachtige goals. Eriksen, die schiet heel fraai en dan is het ook heel mooi aan. Prachtig doelpunt van Christian Eriksen. Deze paas is precies goed, de aanname ook. En daar is 2-0 door Boerichter. Goeie bal en daar is 3-0. Sigthorsson, het gaat wel heel snel nu. Sigthorsson en schiet dan maar. Ja, dat kan hij ook. Als Ajax wint van Vitesse gebeurt het vaak met hoge scoren. Zo is de grootste uitslag ooit in de Eredivisie een wedstrijd tussen Ajax en Vitesse. In 72 werd het 12-1. Helaas zijn daar geen beelden van. Die zijn er wel van de ontmoeting uit het jaar 2003-2004. Toen het 5-0 werd en Ajax bij de hand genomen werd door huidige internationale topspelers. Het werd 1-0 door Maxwell. En wat een fraai goal. Maxwell. 2-0 werd het door Wesley Sneijder. Sneijder. En een goal van Sneijder. Ja, hij kan het. Werkelijk uit het niets schiet hij hem weer eens van dikke 20 meter in. En na de 3 en 4-0 door Mitea en Heitinga zorgde Zlatan Ibrahimovic voor de 5-0. Ibrahimovic en dat is een goal. Jongen, jongen, jongen. Kinderlijk eenvoudig komt Ajax op 5-0. Ajax verloor nog nooit een openingswedstrijd in de Amsterdam Arena en het glorieerde in het jaar 2007. Want toen werd de grootste overwinning in openingsduels behaald. De Graafschap werd toen met maar liefst 8-1 opzij gezet en de grote man aan Ajax zijde was Klaas-Jan Huntelaar. Bakircioglu. Vitesse blijft staan. Weggehaald door Heesen. Suarez. Suarez, handige actie, goede voorzet en daar is het doelpunt. Ja, het doelpunt van Huntelaar. Daar is hij dan. De voorzet en daar is meteen de 6-0. De assist van Laurent Delorge. En Huntelaar met zijn tweede van de middag. Nu Huntelaar voor zijn derde. Ja, hij maakt zijn derde. Goed voor het zelfvertrouwen vanaf 11 meter. Nog even verkeerd getimed, waardoor Rommedaal kan scoren. En hij laat het over aan Huntelaar. Maar zit hij erin? Ja, hij zit erin. Het is 8-1. En dit is het echte einde van dit duel dan. Met de vierde voor Huntelaar.
En hopelijk begint Ajax net zo tegen Vitesse als tegen de Graafschap in 2007. Vitesse dus, de eerste tegenstander van Ajax in de competitie waarin het geschiedenis kan schrijven.